mezelf een week lang niet scheren. Ja, zoals je ziet, hier heb ik dat al een tijd gedaan. Ik heb nog nooit een week lang hier niet geschoren. Ik ben benieuwd hoe mijn baard er over een week uitziet. Dit apparaat mag ik dus niet gebruiken voor 7 dagen. En daarna mag ik eindelijk weer dat heerlijke baardje ervan afhalen. Zoals je ziet, ik ben helemaal in een sportieve outfit. Ik ga de gym even killen. Ben je toch niet geabonneerd op mijn kanaal? 6.5 hours later. Ik heb vandaag eigenlijk alleen maar gewerkt. Ja, dan groet je baard natuurlijk niet snel. Maar ik ga slapen. Ik ben heel benieuwd wat Roel denkt van of ik een dikke baard krijg of niet. Ik denk persoonlijk, ik denk niet dat het zo lang wordt als mijn sick in een week. Maar ik denk dat ik wel aardig in de buurt kom. Ik heb wel snelle baardgroei. In ieder geval morgenochtend heb je een nacht slapen op zitten. Ja, dat is altijd wel bijzonder. Dus hou je voor. Ik heb nu gewoon, weet je dat het smerig is. Dat je één dag niet geschoren, gewoon ranzig. En dat klinkt ook een beetje zo. Yeah. Morgen, ranzig. We gaan het zien. Day 2. Mensen, goedemorgen. Ik heb geen shirt aan. Ik weet, het is voor jullie lastig om je hand uit je broek te halen. Weet je, ik trek wel even een shirt aan. Mensen, dag 2. Is het de tweede dag dat ik niet geschoren heb? Of niet ga scheren? Ontstaat al langzaam een smerige stoppelbaard. Ik heb dus echt geen idee tot hoe ver dit gaat komen. Ik denk... Ik weet dat bij dit baardje is 6 mm. Want ik scheer hem altijd op 6 mm. Dan zou het 6 mm moeten groeien in een week. Dat lijkt me misschien wat enthousiast. Maar niet onmogelijk. Ik had ze opgezocht. En het blijkt dus wel dat het kan. Alleen dan heb je wel hele snelle baardgroei. Vandaag in ieder geval heb ik opnames met de bankzitters. En ik ga even de camera meenemen. Want ik ben zeer benieuwd naar hun meningen. Je zou kunnen zeggen... Koen, ben je dan nog steeds niet op kantoor? En wat is je baard gegroeid? Nee. Het is inmiddels dag 3. Day 3. Gisteren hadden we bankzitters opnames. Toen kwam ik er gewoon oprecht niet aan toe om even een stukje te filmen. Dat wil je lichaam even meepakken. Oh shit. Ik kwam er gewoon niet toe om te filmen. Hartstikke druk. Vandaar hebben we ook opnames. Maar vandaag ga ik even... nog een keer oranje. Deze keer pakken we hem niet. Vandaag kan ik wel even vragen bijvoorbeeld aan Roel wat hij nu van mijn baard vindt. Dit is 3 dagen, mensen. Het begint nu toch wel grimmig te worden. We zijn nog eens op de helft. Ik denk oprecht dat het best wel een lang baardje kan gaan worden. Ik verwacht eigenlijk dat ik over 4 dagen dezelfde baard heb als Roel. Wellicht niet dezelfde kleur. Je weet het niet, het kan zomaar omslaan. Maar in ieder geval qua lengte, zeker hetzelfde. Dit is 3 dagen baard wat ik nu heb. Het is wel een halve harde baard. Je hebt een beetje hetzelfde probleem wat ik had toen ik mijn zool liet staan. Heb je op een gegeven moment dat dit heel lang is? Ja. En dit niet. Wat niet? Dit, zeg maar. Ja, en wat is dan wel lang? Dit is lang. Ja. En dit is lang. Ja. Maar dat, nu kan jij even doorgaan met haar aanzitten? Dat vind ik lekker. Kijk, dit is... Een gozer, blijf van mijn drankje af. En jullie hebben hier al haar. Op deze plekjes hebben jullie haar. Dat zie je toch, vriend? Er zit nog haar. Hier minder. Hier is het nu voor de eerste keer aan het komen. Nee, maar ik ben benieuwd of dat... blond, maar dat zit er wel. Maar als dat langer is, dan merk je niet... Bij mij is het ook niet zo. Bij mij is dit ook veel dunner, maar dat merk je niet. Ja, maar jij bent 30. Broer, ik ben steeds... Hebben jullie borst staan? Ja, een beetje wel. Ja, ik geloof veel. Oeh. Bij mij is het echt van een blok, zo. Ja, tot maar. Maar ik heb het wel school. Oh, wow. Oh, shit. Hey, je staat hot, man. Wat betekent dat? Dat je hot staat. Wat? Staat goed? Ja, hey. Oh, fuck, ik was niet aan het opnemen. Toch wel. Auw! Later, bro. Doei. Tante gast, een fan, jongen. Ik heb een hapje. Maar Milo? Wil je een hapje? Ja, nee, ik hoef geen... Nee. Oké. Milo, voor hoeveel likes op deze video laat jij een maand lang je baard staan? Kan niet, dat is echt, dan ben ik echt van... Ja, maar hoeveel? 200.000. Nee, maar wel redelijk. 100.000. Dat gaat niet gebeuren. Nou, ik wil het ook niet dat het gebeurt. 70.000. 60. Lager ga ik niet. Bij 70.000 likes, mensen, laat Milo een maand lang zijn baard staan. Day 4. Mensen, het is nu dag nummer 4. Ik heb kauwgom in het spijmen, maar ik heb geen zin om het uit te spuren. Want dan moet ik weer nieuwe pakken. Mijn baard begint echt wel aardig vorm te krijgen. Zie je dat? Yeah. Look at my baard. Mijn Roel zal mij wat dingen doorsturen voor mijn baard. Dat is top, want dan kan ik vandaag bestellen. Oh nee, Roel heeft het niet gestuurd. Natuurlijk, dat dacht ik al. Ik ga vandaag op zijn plek zetten en ik ga even zorgen dat hij de baardproducten stuurt. Want echt, ik zweer het je, het begint echt vorm te krijgen nu. Het begint echt een dikke baard te worden. Maar het lijkt niet zoveel, maar als je zo doet. Zie je dat? Ik zit te denken dus. Stel, het heeft echt lengte over 7 dagen. Om dit en dit gelijk te scheren. En dan kun je echt het resultaat zien. Ik vind het spannend. Dames en heren, wat zit ik lekker? Jullie zien waar ik zit. Dag 5. Jullie hebben het goed kunnen zien. Ik ben echt flink verbrand. Gisteren hebben we opnames met bankzitters. Was echt hartstikke leuk, hartstikke fijn, hartstikke gezellig. Maar ik moest buiten heel veel doen. En we hadden geen zonnebrand bij ons. Dus je kan ook echt. Even kijken wat ik kan zien. Ja, in ieder geval is hier zo'n scheidingslijn tussen verbrand en niet. Ik had een lekker strak pakje aan. Wat zeggen jullie ervan? Het begint nu echt lang te worden. 5 dagen. Ik denk nog 2 dagen. Dat heb ik nog. En dan denk ik oprecht dat ik best wel een baard heb. Maar ik ben benieuwd hoe. Want dit is nu ook langer. Ik ga dan, als dit klaar is na 7 dagen, ga ik dit doen hoe ik het normaal heb. En dan kijken of het in elkaar overloopt. Ik denk het niet. Want hier heb ik gaten, jongen. Dat is echt klote. Ik moet zeggen dat het wel een stuk sneller groeit dan verwacht. Ik dacht het gaat echt wel even duren voordat ik een beetje een normaal fatsoenlijk baardje heb. Maar dat valt echt reuze mee. Trouwens, ik zit hier op mijn heerlijke terras. Van goed nieuws. Ik heb goed nieuws en slecht. Nieuws. Laten we beginnen met het goede nieuws. Het goede nieuws, de zaak, jullie weten het. Dat is een zaak van allemaal buren tegen mijn dakterras. Want ik zou hier allemaal feesten geven. Op dit enorme terras zou ik allemaal feesten gaan geven. Ja,
Nou ja, het kan zomaar. Hè. Mensen op de banken, weet je, mensen in de plant. Nee, natuurlijk kan dat niet. Maar gewonnen. Ja, ik hoef het niet weg te halen, dat is fijn. Want dat was erg zonde van het geld geweest en van de moeite. Dus daar ben ik erg blij mee. Minder nieuws. Mijn geld voor mijn auto, die vrouw tegen mijn auto aangereden is, nog steeds niet terug. Dus dat is een beetje moeilijk. Maar weet je, we blijven gewoon achteraan gaan. Want ik wil gewoon dat geld. Ik kwam er dus achter. Ik weet niet of jullie die video gezien hebben, maar in principe kon ik maar 700 euro terugkrijgen of zo. 780, dacht ik. Maar je kan dus ook als je een auto dan ter vervanging hebt, die kan je ook vergoed krijgen. Dus ik kan echt iets van 1200 euro kan ik terugkrijgen. Dus dat is wel waard om even achteraan te gaan. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. Maar het terras is nu gewoon chill. Mijn baard is growing. En ik ga even lekker liggen op het terras. Dag 6, dames en heren. Zoals jullie zien, ik begin echt nu een flinke baard te krijgen. Alleen dit is nogal raar, omdat dit echt een stuk langer is. Maar morgen ga ik dit gelijk trekken met dit. Dus dan heb ik één baard. Dus dit gaat echt een stuk korter, waar ik me echt heel erg veel zorgen om maak. We gaan het zien, maar ik verwacht dat ik eruit zie als een kind van 12. Mijn lieve, lieve vriendin is ook weer aangekomen. Wat vind jij van mijn baard? Ja, mijn belt ik. Nee. Wat vind je van mijn baard? Ik vind je, hoe noem ik het nou? Lelijk. Ja, bosbever zei je. Ja, ik vind je een beetje op een bosbever lijken. Je moet even nu een plaatje van een bever in beeld doen. En ja, maar elk beest met haar daar lijkt op. Nee, dan. Want je lijkt echt op een bever. Want die hartstikke. Ja, nu je het zegt, ja. Maar als ik morgen dit weghaal. Nou, niet weg, maar dit gelijk aan dit trek, dan? Dan moet ik dat even zien. Maar denk je dan dat je bij hem weggaat? Ja. Dames en heren, het is dag 7. Zoals jullie zien. Gat. Ik heb echt een baard, hè, Roel. Je hebt echt een baard, jongen. Had je dit verwacht? Nee, maar ik ben vooral heel blij aangezien wij laatste video hadden opgenomen, ik weet niet of je online staat, waarin wij heel veel in de zon moesten doen. Aha. Je hebt nu ook een kleurtje. Ja, ik heb meer kleurtje, hè? Dat staat jou wel heel goed. Ja, ja, maar ik was verbrand, jongen, als een gek. Ja, niet normaal. Nee, ik weet niet wie het nog kan zien. Ja, cola-flessie. Maar goed, ik heb nu dus echt toch wel gewoon een enge barba. Ja, zeker wel. Maar vanavond ga ik dus mijn snor en mijn baard gelijk maken aan dit. Oeh. Heb je nog tips? Vind ik wel heftig, man. Dit moet ik ook een beetje bijwerken, dit is smeren. Nekbaardje. Ja, echt wel. Ja, daar zijn er meningen over verdeeld. Wie vindt dat niet smeren dan? Mensen die een nekbaard hebben. Ja, ja, maar dat zijn echt smerige mensen. Ja. Nou goed, nee, ik ga dus dit en dit gelijk maken. Hoe denk je dat eruit ziet? Denk je dat ik erna denk van ik hou het zo of denk ik het terug? Ik denk dat jij gelijk baalt van ik wil mijn shit hier weer. Ja? Ja, het is echt een gewenningsding, hoor. Ja? Jazeker. Oh. Deze video is trouwens niet gesponsord door Philips, maar. Ik vond het goed op een nieuwe website! Nee joh! Ja! Wat de voor mensen met baard en zonder baard? Ja, voor mensen met baard en ook met. Maar besef ook, zie je dat? Beltegoed. Helemaal nieuw. Wat kan met Beltegoed? Ja, Beltegoed kan je. Als je drugsdealer bent. Ja, als je drugsdealer bent, is dat ideaal. Nee, mensen, nieuwe website van Ik Word Te Goed. Ken je het nog niet? Dat is een website van Roel, Matty, Rob en van mij. Nou, verkopen allemaal soorten tegoeden: gaming tegoeden, betaalkaart. Nu ook Beltegoeden, abonnementen, PlayStation Plus, Ik Word Live. Abonnementen. Nee, neem vooral een kijkje. Als je in België woont, kan het ook. Ik Word Goed.be. Ook helemaal geüpdate. Ook met Beltegoeden, betaalkaart, alles wat je zoekt. Ja, oh nee, ik verhuis naar Frankrijk. Nee, naar Frankrijk? Ja. Ah, dat is no probleem. Le roi crédit door FR. Le roi crédit. Dit is echt geen één Frans, maar die deze video kijkt. Nou, ik weet het niet. Nee, maar toch leuk dat je het probeert. Mensen, staat link in de beschrijving. Altijd. Ga kijken, doei. Dames en heren, de grote dag is gekomen. Ik ga dit en dit gelijk maken met dit. Alleen, ik weet niet hoe lang dit is. Dat is een beetje het probleem. Dit is mijn baard na 8 dagen. Wij zijn de baard, toch? Ja. Ja, ja. Normaal doe ik dit op 6 mm, maar dit is nog geen 6 mm. Ik denk dat ik begin op 5. Zal ik gewoon beginnen op 6? Ik ben zo bang. Ja, ik ben zo bang, ja. Die heb ik dus altijd. Dus dit is dan niet zoveel stress. 5. Nog korter. Nog korter? Ja. Nog één korter? Ja. Oké, ik ga nu even het een beetje netjes maken en dan zien jullie straks het eindresultaat. Dames en heren, het kwaad is geschied. Dit is nu mijn baard. Ik zal het even laten zien in de spiegel. Nou, ik heb in een week best wel een baard gekregen. Ik ben helemaal niet ontevreden met mezelf. Of ik er blij mee ben dan mijn sick, nou, daar twijfel ik nog een beetje over. Maar een baard is een baard. Wat vind je ervan? Het misstaat je niet. Nee, het misstaat je niet. Ik zei dat is niet per se een aardige opmerking. Jij vond het anders, hè? Het is niet een onaardige opmerking. Maar voor mij is dat best een aardige opmerking. Zeg maar, ja. Jij zei net, misschien moet je een keer alles eraf halen. Maar ik zie dan echt uit als een kind van 5. Als ik dit en dit er ook al helemaal afhaal. Dat is niet wat je zei. Wat dan? Je zei, nee, dan maak je het af. Maar zou ik het zo houden, denk je? Of gewoon toen een sikje in de snor? Als jij moet beslissen. Het zikje en de snor toch ook wel echt leuk. Ja, ja. Dat past me bij mij. Denk het. Ja, dat denk ik ook. Mensen, mijn baard ziet er nu dus zo uit. Zien jullie? Ik moet zeggen, het is best een aardig baardje. Ik ga Roel nog even facetimen om te kijken wat de grote koning der baarden van mijn baard vindt. Yo, Roel. Ik heb dus mijn baard laten staan, maar dat weet je. Zo, wat ben je van een mooie plek trouwens. Ja, dat vertel ik je. Godverdomme, je hebt het weer goed voor elkaar. Komt-ie. Klaar voor? Ja.
Wat lach jij nou? Ja, ik vind het wel hard, man. Ja, maar ik had het erover met Matt. En die zei, de speelsheid is er een beetje vanaf. Ja, nee, klopt. Ik vind dat mooi omschreven. Het is wat minder van, dat sikje en die snoer, dat was wat jou toen Koentje maakte. Ja, dat is Koentje. Dit is helemaal niet Koentje meer. Ik denk het geheim achter jouw explosie. Ja, dat denk ik dus ook. Heb je een zonnebril bij, of niet? Nee, ja, ik heb hier wel een zonnebril liggen. Oké, Roel, dankjewel. Veel plezier daar. Doei doei. Doei doei. Mensen, dat was al mijn tijd voor mijn baard. Hij gaat eraf. Het is mooi geweest, maar ik wil gewoon weer terug naar mijn sik en mijn snoer. Jullie hebben het gezien, nu ga ik hem eraf halen. Oh, my lord. Daar gaan we dan. Oh. Oh, my lord. A few moments later. Ik ben weer terug bij af. Het ringbaardje is terug. Ik ben weer helemaal normaal, mensen. Ik ben blij. Hoe vond je dit een leuke video? Vond je het leuk? Geef zeker een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer op mijn kanaal. Zie ik weer de volgende video. Doei!